run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. We hebben vandaag de webshop officieus geopend, tenminste officieel, want hij zou de 15e live gaan, dat is het vandaag. Maar we hebben het nog niet aangekondigd en dat komt namelijk omdat de proefversie van de shirt nog niet binnen is. En we willen daar een filmpje van maken en hem dan officieel launchen. Maar goed, we houden ons graag aan ons woord. Oké, we proberen het echt altijd en dit keer was het gelukt. Dus hij is nu silent gelaunched gewoon. Dus we hebben al 3 shirts verkocht, super vet, thanks guys. En maar nu zaten wij te denken van we hebben straks voorraad, we hebben straks best wel veel shirts hier liggen. En die moeten we straks ook allemaal een beetje op tijd verzenden. Nou, verzenden we alleen op woensdag, dat je het alvast weet. Maar we moeten het ook een beetje goed opbergen. Dus dachten, we kopen een kast. Dus die ben ik nou in elkaar aan het zetten. Tada! Kastje achter de televisie. Kijk, achter de bank. Dus dit is dan de televisieview. Kijk, IKEA-kastje. En er komen al de shirtjes in, van XXL tot XS. En dan hebben wij een mooi postsorteerhoekje eigenlijk. Vet, hè? Het is precies wat Tom wilde. Het breekt de kamer. Jongens, kijk eens wie daar is. Hey! Hey, dat is Akeo. We hebben net bedacht dat Akeo ons model wordt voor het Gamersnet shirt. Vet, hè? Ja. Ja, dus dan gaat hij zijn lichaam showen. Jongens, het Gamersnet shirt is binnen. Jullie hebben het al gezien, want we hebben een apart video item van gemaakt. Ik ben er super trots op. Hier hangt hij. Zo, kijk, Gamersnet, bla bla. Super awesome, maar we kregen nooit stofs binnen, want ik had weer zo'n grote bag. Ja, ik was bij EA. En we mogen deze poppetjes weggeven. Dat gaan we heel snel doen. Kijk hoor, deze van Unravel. Poppetjes! Die mogen weggeven, inclusief games. Kun je binnenkort winnen bij Gamersnet. Kom binnenkort terug. Maar toen zei ik ze tegen je, hoe grappig zou het zijn als ik helemaal, zeg maar, ingezwachteld word met wol. Dat ik een wandelende revelpop ben. Dus nou kregen we heel veel wol opgestuurd. Dat soort dingen moet je niet zeggen hè, in de games. Want dan krijg je direct allemaal wol thuis gestuurd. Dus nu aan Tom. En dan kun je mij volgende week, denk ik, inzwachtelen. Wat ik op zich ook wel weer kinky vind. Maar ook wel weer een lange zit gaat worden. Het is een beetje alsof er een schilderij van je wordt gemaakt heel lang. Hebben we vandaag nog meer meegemaakt, Keo? Oh, ik heb een nieuwe vlogcamera. Die kan ik ook eens laten zien. Maar die durf ik nog niet te gebruiken, want ik heb nog geen SD beschikbaar. Want het zijn allemaal andere schilderijen. Kijk, deze heb ik. Oh, vet! En dan kun je, zeg maar, kijk. Dan kun je selfieën. Ik heb hier echt uitslag, of niet? Jezus. Dan kun je selfieën, zie je dat? Dan kun je, eigenlijk als ik nu doe, zeg maar. Dus dat is vet. Hebben we nog iets? Oh ja, Keo heeft nieuwe inscribers gemaakt voor de vlogs. Ja. Kun je ze laten zien? Goedemorgen, het is zondag 14 februari, Valentijnsdag. Mooi hè? Ja, dus heeft Keo gedaan. Verder nog iets? Nou, was het wel. Nou, mooi hè? Ja, hartstikke goed. Lange dag met Oscar. Oh ja, Oscar de buurman was, dan moest ik allemaal dingen voor doen, want die wilde zijn eigen bier. Hashtag hipster. Dus dat is eigenlijk de woensdag. Weet je wat vet is van de camera? Nee. Oh, zo, let op. Wow, nu heb ik ook met mijn iPhone een blurry effect. Gaat opeens mijn iPhone het ook doen? Oh nee, heb ik dit ding niet meer nodig. Nee, dan gaat het op een ander punt scherp stellen. Ja, dat. Maar dat doet hij bij mij nooit. Bas! Oh, daar ben je! Bas en ik zijn in het Natuurmuseum Brabant. Bas is... jij bent toen wel eens ook vaker op video geweest. Vriendendag en zo. Veel vlogs van Peter. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Bij deze nou een vlog direct vanuit de prehistorie. Kijk dit vette kapsel wat ik heb gekweekt. En de vette muts die Bas heeft gekweekt. Het is een Far Cry Primal evenement. Dus. Men must hunt! Ja. Men must hunt! Another one! Nee, serieus, Far Cry Primal. Vond je ervan? Je hebt een stukje mogen spelen? Ja, ik was wel benieuwd naar hoe de game was. Ja. Het mooie is grote ruimte, veel bos. Veel, weinig wapens vond ik. Weinig, geen red dot scopes vond ik jammer. De Uzi zit er niet meer in, vind ik ook echt. Far Cry zonder wingsuit. Ja, dat vond ik ook een beetje raar. Ja. En waar waren de gyrocopters? Die vond ik zo leuk aan het vorige deel. Nou, al met al wel een hele leuke game. Zeker. En we gaan straks nog even eten. Het prehistorisch voedsel. Dus ik ben benieuwd. We gaan er soort van. Ik hoop niet dat ik sterf. Ja? Nee? Nee, dat is ook gewoon film. God damn it. Ik heb het nog overleven in
gedroogd vlees en nootjes en gedroogde besjes, allemaal fijn gestampt. En met vet weer aan elkaar gestampt. Dat heet Femigal, Indianen en Haakrof. En dat is vocht van eiwitten. Proteïne om te overleven. Waar smaakt het naar? Ik ga denk ik gewoon ontdekken. Volgende keer wel lekker, maar volgende keer beginnen we Nee. Ik weet niet hoe ik dit moet omschrijven. Het is een mondsensatie. Zitten er toevallig ook meelwormen in? Nee. Maar ik heb een beetje... Ja, die vind ik op zich nog wel goed te doen, maar dit is heel... Nee, ja, alleen om te overleven zou ik dit doen. Oh, wacht, ik pak natuurlijk ook recht in de onderste. Het is heel buffet hier. Ja. Het is echt heel zout, ja. Holy shit. Wel lekker. Ik zie mezelf dit nog wel gewoon op de bank gewoon binnenwerken. Ik voel me gezond. Bear Grylls. Ik drink ook mijn eigen urine. Om te overleven. Dubieus. Nou, dit is wel lekker. Ik vind het tof. Echt gaaf dat jullie dit doen. Succes nog. Hey jongens, wij eens even. Hey, oh, gezelligheid hier op GNHQ. Dus, als je dit gezien hebt en je vond het vet, geef even een like, abonneer ons en laat even feedback weten. Wat vond je ervan? Wat moeten we anders doen? Wat moeten we beter doen? Zeg het ook even en check elke dag gamersnet.nl voor je dagelijkse gaming nieuws. Alle trailers, heel video items, je kent het. En awesome dat jullie weer gekeken hebben. Dikke thumbs up.